Naast de talkshows vandaag op deze Drupal Jam 2021 hebben we ook de community sessions. En nu volgt de allereerste. Die is van Sjan Blommaars. Hij is al 12 jaar lid op Drupal.org, ZZP'er en sinds 2016 bezig met media in core. Onbedoeld heeft hij een beetje het stempel gekregen van de core contributor. En hij gaat vertellen over die bijzondere ervaring. Hoe Sjan in 1 jaar per ongeluk een core maintainer werd. Sjan Blommaars. Ja, dankjewel. Inderdaad, ik ga jullie in zo'n kwartiertje, 20 minuten vertellen hoe ik in 1 jaar per ongeluk core maintainer ben geworden. Nou, core maintainer, dat klinkt natuurlijk best wel stoer. En dat vind ik zelf natuurlijk ook wel. Alleen iedereen die wel eens met mij gewerkt heeft of die mij persoonlijk kent, weet dat ik niet per se de beste programmeur ben of wat dan ook. Dus het blijft een beetje ook bijzonder, vind ik zelf nog steeds, hoe ik dit zo voor elkaar heb weten te boksen. En ik dacht, misschien is het leuk om jullie daar dan een keertje over te vertellen hoe dat nou een beetje is gegaan. Mijn naam is Sjan Blommaars. Ik ben Sjan B op Drupal.org en op Twitter kun je mij vinden als Sjan Blommaars ook. Ik ben al een aantal jaar een freelance Drupal developer en ook nu de maintainer van media en de media library module in Drupal Core. En voordat ik jullie ga vertellen hoe ik zeg maar echt de maintainer ben geworden, even een klein stapje terug, want ik ben natuurlijk niet helemaal vers begonnen met het contributen aan Drupal Core. Ik ben in 1997 begonnen met mijn eerste websiteje, toen nog in de eerste klas van de middelbare school. En dat vond ik eigenlijk zo gaaf tijdens mijn hele middelbare schoolperiode dat ik interactieontwerp ben gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. En omdat de schoolbanken niet echt voor mij waren, ben ik halverwege geswitcht naar een duale studie en als Confusion developer aan de slag gegaan. En toen Confusion een beetje een langzame dood begon te sterven, zo richting 2007. Toen was mijn toenmalige collega Mark van Gent degene die bij het bedrijf zei, nou, misschien moeten we iets met Drupal gaan proberen. Dat was toen nog Drupal 5. Dus dat zijn we toen met z'n allen een beetje gaan doen. En bijdrage aan Drupal, dat was niet vanaf het allereerste moment vanzelfsprekend. Ik heb zelfs pas na 2 jaar echt een Drupal.org account gemaakt. En een jaar later pas mijn eerste issue, omdat we zeg maar, hadden geloof ik een module die we als bedrijf maintainen. En ik wilde daar dan ook weer eens een keer wat op committen. Dus toen moest ik via een issue rechten aanvragen om dat te kunnen doen. Dat was toen nog niet eens Git. Sindsdien ben ik dan wel langzaam wat meer gaan doen. Ondertussen heb ik iets van 293 issues zelf aangemaakt en aan 1126 issues meegewerkt. Het is een klein beetje een grove schatting, want het zijn allemaal dingen waar ik op geabonneerd ben. En meestal heb ik dan wel een comment of iets achtergelaten. Maar ik ben in de tussentijd dus best wel bezig geweest. Core contributen. Ergens in 2014, toen tijdens gesprekken op werk, kwam ik een beetje tot de conclusie dat Drupal toch wel serieus begon te nemen. En ik wilde eigenlijk wel grotere applicaties doen, meer complexere dingen. En mij leek het wel heel tof om dus beter te worden door te gaan werken aan Drupal Core. En in de studieuren die ik dan van werk kreeg, kon ik daar dus wat dingetjes in gaan uitproberen en proberen. Dus in Drupal 7 ben ik toen begonnen ergens in april 2014 om mijn eerste core patch te maken. Dat ging op zich wel oké, maar toen was Drupal 8 ook al in ontwikkeling. Dus ik wilde eigenlijk me iets meer gaan focussen op Drupal 8. En toen later dat jaar DrupalCon Amsterdam was, ben ik een poging gaan doen om bij te dragen aan Drupal 8. En ik ben op de laatste dag van DrupalCon naar de sprints geweest en me daar aangemeld als beginner. Ik wil graag iets doen, een issue oppakken om te werken aan core. En een van de mentoren daar, die heeft me toen geholpen om een issue te vinden. Dat was een patch die er al was, geloof ik, review. Die zou ik dan uittesten en dan kijken of we die gecommit konden krijgen. En tijdens het werken aan die patch merkte ik van, hey, misschien kan dit toch anders of beter. Dus ik heb toen zelf een verbetering weer gemaakt op die patch. En daar kwam vrij snel ook al feedback op van mensen als Berdier en Checks en Alex Pot. Wat mij eigenlijk ook wel heel snel het gevoel gaf van, oh wacht, als ik hier dus gewoon iets plaats, dan zijn er dus echt hele, nou, die mensen zag je echt als superhelden in de Drupal community, wat ze volgens mij ook gewoon zijn. Dus ja, als je daar dan feedback van krijgt, dat geeft je echt een enorme boost. En dan denk je van, oké, dit is wel echt gaaf. Na de DrupalCon kwamen we een beetje in zo'n, ik werk er wel aan door, maar er gebeurt niet echt meer zoveel als tijdens die sprint zelf natuurlijk. Dus
toen we op een gegeven moment in de needs tests fase kwamen en ik echt geen idee had hoe ik tests moet schrijven, ben ik weer een beetje gedemotiveerd geraakt. En totdat Drupal 8 uitkwam in november 2015 heb ik ook eigenlijk niks meer gedaan. Ik wist gewoon niet zo goed waar ik moest beginnen en ik vond het gewoon echt heel lastig om dingen te doen. Nou, toen kwam media om de hoek kijken. Ik ben naar DrupalCon Barcelona geweest en daar heb ik toen een sessie gezien van /RSM. Dat was op dat moment de initiative lead van het Media Initiative en ook degene die de Media Entity module, die Contrib module heeft geschreven, zeg maar. En die was aan het vertellen over het plan om media in Drupal Core te krijgen. En ik wilde natuurlijk, ik zat nog steeds een beetje met het idee, ik wil meer helpen. En ik had in Drupal 7 veel voor klanten media installaties gedaan en dat was altijd wel gedoe gewoon. Dus ik wilde daar ja, wel een steentje aan bijdragen. En ik had ook wel het gevoel dat ik ideeën had over hoe dat beter kon. Dus ja, dat is een beetje blijven hangen. En in de fase zeg maar, na DrupalCon Barcelona ben ik vooral begonnen met gewoon reageren in de issue queues op UX-gebied. Maar ook gewoon een klein beetje ideeën over de technische implementatie. Wat gaan we wel in core stoppen, wat moeten we niet in core stoppen. En gedurende dat jaar ben ik gewoon ook ja, in Contrib, maar ook in core, gewoon gaan reageren op issues en mijn mening eigenlijk vooral geven. Nog niet echt code bijdragen of zo. En toen halverwege dat jaar een beetje het plan kwam om een core sprint te gaan organiseren rond media in Berlijn. Toen heb ik aan mijn toenmalige werkgever finalist heel lief gevraagd en heel hard gezeurd of ik daar alsjeblieft naartoe mocht. En die hebben dat gelukkig toen voor mij geregeld. Dus ja, in december 2016 in mijn eentje naar Berlijn. Naar de mediasprint. Dat zag het eruit. Het klinkt heel tof, maar we zaten gewoon ergens in een kantoorpand. In een kamertje met z'n achten. Een beetje na te denken over media. Maar ik vond het echt enorm eng, want ik had intussen nog nooit een Drupal 8 site gebouwd. Ik had lokaal wel Drupal 8 draaien en ook wel een beetje met media en zo gespeeld. Maar echt ervaring in programmeren met Drupal 8 had ik niet. De mensen die daar zaten, die kende ik allemaal niet. Ik kende de namen van online, maar ook persoonlijk kende ik dus niemand. Dus ik vond het echt enorm eng. Maar ja, al vrij snel merkte ik gewoon, de Drupal community is een en al liefde. Ik werd er gewoon echt met open armen ontvangen. Mensen die wilden echt naar me luisteren. Ik had het gevoel dat ik serieus werd genomen. Als ik dingen niet snapte, werd het goed uitgelegd. Dus al vrij snel voelde ik me echt een onderdeel van het media-initiatief, zeg maar. En dat heeft me ja, niet alleen technisch een enorme boost gegeven, maar ik was ook gewoon echt enorm gemotiveerd daarna om mee te helpen. Ja, toen kwam dus de volgende stap. Dit was zo'n beetje dus 2016. En het issue om Drupal of Media Entity in core te krijgen, dat moest toen dus nog een beetje beginnen. We hebben dat issue zelf een beetje intern omgedoopt op Patchzilla, omdat het soort van een patch is van 350 kb. Het issue is ook 464 comments lang. En er zijn in totaal 101 patches geüpload in dat issue. Dus het is echt een beest van een ding geworden. En ja, na dus die sprint ben ik eigenlijk degene geweest die een beetje het stokje heeft overgenomen van de mensen die er toen heel hard aan werkten. Ik heb dus na de maintainer van Media Entity in Contrib de meeste patches bijgedragen aan dat issue. En dat ging echt een beetje van, je krijgt een review van 90 comments en dan ga maar fixen. Nou, daar ben je dan een paar dagen mee bezig. En sommige dingen zijn heel simpel. En taal- en typfoutjes. Maar sommige dingen waren ook best wel complex. Hè? Want deze interface heeft te veel methods. Dat moet minder. En ga maar nadenken hoe je dat kan doen. Dus het was echt alle kanten op. Maar daardoor heb ik wel echt de module in en out leren kennen. En ja, echt gewoon het gevoel gehad dat ik gewoon een bijdrage aan het leveren was om Drupal beter te maken, zeg maar. En uiteindelijk is dat issue ook gecommit hetzelfde jaar, een paar maandjes later, in 19 mei 2017. En wat persoonlijk voor mij echt nog steeds een mijlpaal is, als een van de meest complexe dingen die ik heb gedaan. En dat dan eigenlijk in een tijdsbestek van ongeveer 3-4 maanden tijd. Dat heeft er ook toe geleid dat in datzelfde jaar bij de DrupalCon Baltimore in de Driesnoot ik werd uitgelicht als zo'n community spotlight. Daar gaat Dries vertellen dat je goed bezig bent en zo. Nou, dat was allemaal hartstikke tof. Ik werd intussen veel gevraagd voor discussies. Niet alleen online, maar ook offline. Of ik naar events wilde komen om mee te denken over de toekomst van Drupal. Maar vooral dan media natuurlijk in specifiek.
En ja, ik ben dat jaar ook veel naar events geweest, naar verschillende camps en dev days, om dus met verschillende mensen hierover na te denken. En dat, ja, dat was echt enorm leuk om te doen. En einde van het jaar, of een beetje halverwege het jaar eigenlijk al, begon de huidige initiative lead van Media Initiative. Ja, het ging niet zo super soepel. En die een beetje om persoonlijke redenen heeft hij een stapje terug gedaan. Waardoor er een soort van een gat ontstond van wie gaat deze car nu trekken. En ik samen met Fenne Proxima, dus dat is een van mijn mede co-maintainers, waren op dat moment een beetje de personen die die car trokken. En zo is het gebeurd dat ik ongeveer van half 2016 tot half 2017 ineens een van de initiative leads was van media. Zonder dat ik eigenlijk ooit het idee had om iets van maintainer of iets te worden. Ik wilde gewoon een patch bijdragen aan Drupal Core. En dat ik officieel maintainer werd, dat heeft nog een paar jaar geduurd. Omdat het ging er eerst in als hidden module, toen als experimental module. En pas later als stable module. En dat is dan het moment dat er officieel maintainer nodig is. Maar eigenlijk was ik vanaf 2017 samen met anderen natuurlijk wel een beetje de persoon die de car trok. Dan denk je natuurlijk, ja, waarom is het allemaal zo handig? Of waarom doe je dat dan? En kost het allemaal niet heel veel tijd en zo? Maar er zitten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. Hopelijk kan ik hiermee jullie inspireren om toch ook eens te kijken of je iets kunt doen. Niet alleen, ja, het verbeteren van Drupal is gewoon een open deur. Dat is natuurlijk vrij logisch. Maar ja, wat het voor jezelf natuurlijk betekent, is als Drupal beter is, dan is het makkelijker te implementeren, makkelijker te verkopen en uiteindelijk voor ons allemaal ook een stuk makkelijker om gewoon je werk ervan te maken en een boterham ermee te verdienen. Dus iedereen die wat kan bijdragen, zorgt er uiteindelijk voor dat we met z'n allen beter eten. En dat vind ik toch ergens wel heel mooi. Los daarvan verbeter je natuurlijk ook jezelf heel erg. Je raakt gewoon allerlei Drupal internals aan waar je misschien in klantprojecten niet altijd mee in aanraking komt. Je krijgt feedback van mensen die je, nou tenminste die ik altijd heel erg hoog had zitten. En dat zijn toch vaak echt wel dingetjes waarvan je denkt van, oh ja, wacht, ik had het veel beter zo kunnen doen. En als je dat dan een paar keer hebt, dan merk je ook dat de volgende keer als je zelf iets moet bedenken, dat het gewoon technisch beter in elkaar zit. Of als andere mensen jou een feedback vragen, dat je ook gewoon beter in staat bent om anderen uit te leggen waarom een bepaalde oplossing beter is dan een andere. En ook doordat je werkt aan core of contributed modules, kom je gewoon in aanraking met bepaalde patronen om een probleem op te lossen. Waardoor als een klant komt met een ingewikkelde vraag, dat je gelijk denkt van, oh wacht, dat heeft die module op die manier gedaan. Ik denk dat dit een goede fit is voor jullie. Nou ja, het uitbreiden van je netwerk is natuurlijk ook een enorm pluspunt. Ik merkte altijd in het begin als ik naar events ging, dan was ik daar of alleen of dan met een collega. En was het best wel lastig om contact te maken met anderen. En op het moment dat je natuurlijk heel veel werk hebt gedaan in core of in contributed modules en je komt mensen tegen, dan merk je gewoon dat je veel makkelijker contact legt. Je hebt wat om over te praten en die mensen kennen ook weer mensen. Dus ja, voor je het weet heb je eigenlijk hele nieuwe groepen mensen waar je mee in aanraking komt. En dat zijn natuurlijk mensen die je dan, als je ze nodig hebt, van ja, die heeft bijvoorbeeld heel veel verstand van een bepaald onderwerp, dan kun je ze via Slack even een berichtje sturen of een vraag stellen, weet je wel. En dan kom je veel sneller aan je kennis. En ja, af en toe is het ook wel fijn dat als je weet van, nou, die persoon die ken ik en die is de maintainer van die module en daar moet ik toevallig een commit in krijgen, dat je diegene even kan hosselen van commit dit even gewoon. En dan ook een beetje schaamteloze zelfpromotie natuurlijk. Je hebt gewoon een mooie online zichtbare cv. Dat maakt het makkelijker voor je om werkgevers of opdrachtgevers te vinden. Die betalen je dan over het algemeen ook nog net iets meer voor je werk op het moment dat je natuurlijk heel zichtbaar bent geweest. En bij mij is het op een gegeven moment zelfs gebeurd dat Aquia me een half jaar heeft ingehuurd om betaald aan core te werken. Wat natuurlijk echt voor mij super cool was, want het was heel leuk om aan core te werken. Maar om dat betaald te doen is natuurlijk nog veel toffer. Dus ja, dat is allemaal gebeurd dankzij dat online zichtbaarheid, zeg maar. Dan tot slot nog wat kleine tips. Want mocht je nou denken, ik wil ook wat meer doen, maar ik heb geen flauw idee hoe. Ik heb er dus ook jaren over gedaan om een beetje wat voor elkaar te krijgen. Mijn tips zijn eigenlijk gewoon, bekijk code reviews van anderen in bestaande issues. Kijk of je snapt waar de opmerkingen vandaan komen. Misschien kun je wat kleine dingetjes zelf fixen, een patch uploaden. Misschien een patch alleen testen. Als je daar wat vaker naar hebt gekeken, dan leer je bepaalde patronen ook herkennen. Weet je waar je zelf voor moet reviewen en zo. Kun je misschien zelf een andere patch reviewen. Dat zijn in principe redelijk laagdrempelige dingen om te doen.
Of misschien een eigen kleine module die je voor een klant hebt gemaakt, proberen te publiceren. Wat ik ook iedereen kan aanraden is, doe het niet alleen. Zoek contact met anderen. Ga met mensen praten op Slack. Bezoek een event. Of werk samen met een collega aan een issue. Probeer niet allemaal zelf op te lossen, want het is toch lastiger om gemotiveerd te blijven in je eentje. En tot slot, wees vooral niet bang. De Drupal community is echt een en al liefde. Iedereen staat klaar om je te helpen als je erom vraagt. Bedenk ook niet, elke bijdrage is code. Een comment leveren is al goed. En ik dacht altijd, anderen weten minder dan je denkt. Maar eigenlijk weet je zelf vooral veel meer dan je denkt. En dat is wel goed om te onthouden. Dus dat was het eigenlijk.